dag vrij. En wat heb je? Je bent nog drukker in die dag vrij als bij je baas. Ik heb zoveel gele plaktype-exjes om de deur van doe dit, doe dat. Verkoop de auto, maak een gedoe, ga de hond wandelen. 3 keer, niet vergeten. 3 keer? Doe dit. Ja, echt, het is ongelooflijk. De buurman die zit hier, die is vanmorgen om 7:15 begonnen, maar die zit met een verbouwing. Leuk. Nou, ja, helemaal goed. Hey, ik mag je niet klagen, maar die man moet ook, het gaat allemaal door, hè? Dat bedoel ik. Nou, dan is het een dag vrij zijn. En jij, Jack, wat heb jij allemaal gedaan? Want volgens mij stoorde ik je of zo, dacht ik. Een beetje. Nee. Oh. Ik post. Het is 3 uur, ik denk, ik zal eens even bellen, want we hadden een afspraak vandaag. Ja, we hebben telefonisch een Riverside afspraak. Nou, hartstikke leuk, maar waar was je nou? Ja, ik was even aan de binnenkant van mijn ogen aan het bekijken. Oh, binnenkant van je ogen. Ja, weet ik eigenlijk niet. Nee, ik had nog een filmpje gekeken. Nee, maar ik had wat filmpjes gepost vandaag. Niet zoveel, ik denk even rustig aan. En iets kleins gemaakt nog. Dus ja, het was weer even ouderwets gewoon. En Mooi. Het werd alweer goed geliked, zag ik weer allemaal. En heel veel gezien alweer. Dus ja, het gaat allemaal nergens over. En iedereen vindt het leuk. Dus ja. Even wat anders. Vertel het eens. Ik wil jou meenemen naar de jaarlijkse controlecheck. En de ene doet het in een jaar. De andere zegt 2 jaar controlecheck. Bloed laten prikken in het ziekenhuis voor je suiker, cholesterol en PSA, alles. Het hele rattenplan. Ja? Dat heb ik vorige week gedaan. Ja? En wat was het resultaat? En het resultaat was, wat stond er nog meer bij, moet ik je even meenemen. Huismeid, dat soort zaken. Echt een hele waslijst vol. Maar ik zelf, de afkortingen, ik snapte er geen reet van. Ik moest vanmorgen moest ik bij de assistent zijn. Dan kom je in die wachtkamer en dan zitten daar allemaal mensen ook te wachten. Ze zeggen, joh, goedemorgen. Hey. En dan kwam die weer. Hey, jij bent toch van podcast gemist? Toen dacht ik bij mezelf. Ik zeg, hoe kan dat? Ja, dat klopt. Hij zegt, jullie komen ook overal, hè? Ik denk, nou, dat moest ik allemaal. Ik denk, nou ja, goed. Ik zeg, dat klopt, maar ik zeg, er werd mijn naam al opgeroepen. Ik denk, nou, gauw naar binnen. Dus er zitten daar mensen te wachten, ook voor hetzelfde als ik. Meneer Blans, het volgende. Ik zeg, ik ga over 3 maanden, ga ik sterven? Of ik zeg, hoe zijn de waarden? Nee, maak je niet zorgen. Alles is goed. Maar het eerste wat er bij ons al heel erg noodzakelijk uitkwam, uw cholesterol. Uw cholesterol is te hoog. Weet u dat een serieus probleem is, meneer? Ik zeg, ja, ik zeg. En weet u waarom u hoog cholesterol? Ik zeg, ja, ik zeg, ik ben gewoon, ik leef verkeerd. Ik zeg, nou ja, het gaat met hele, ze zegt, wat doet hij voor werk? Nou ja, dan moet je dat helemaal uitgaan. Ja. En dan ben ik daar ook weer helemaal klaar mee, weet je. Maar, ik zeg, ja. En wat is nou, en je cholesterol is te hoog? Te hoog, maar nou, eigenlijk was er niet klaar mee. Het volgende, wat gaat u daaraan doen? Ik zeg, nou, ik moet luisteren. Ik zeg, ik weet, mijn leefstijl is gewoon niet goed. Ik zeg, ik weet dat ik veel groenten moet eten. Ik weet dat ik veel moet bewegen. Ik zeg maar, door mijn leefstijl. Ja. Lukt dat niet af en toe? Mm-hmm. Moet u wel doen, hè? En dat nog niet eens met dit. Moet u wel doen, hè? Ik zeg, hoe vaak moet ik dit nou nog terugkomen? Ja, nu gaat het per jaar, zegt ze. Oh. Naar gezien je leeftijd. Nou, wat ik vraag, hè? Heb jij dat ook? Nee. Moet jij ook controlechecks doen voor je bloed en dat soort shit? Nee, de enige controle die ik heb is 1 keer per jaar naar de tandarts. Nou, en meer controles heb ik niet eigenlijk. Nee. Ik heb wel eens een keer voor de lol, geloof ik, bij een beurs of zo, mijn cholesterol laten testen, maar die was goed. En voor de rest niet dat ik weet dat ik. Ja, en ik heb een keer mijn bloed laten testen. Omdat ik geloof ik vermoeidheid had. En toen bleek dat er alles goed was. Ik heb alleen toen wel gezegd dat ik vitaminepilletjes slik. En dat moet je dan wel zeggen. Want dan kunnen ze zien dan natuurlijk dan. Maar voor dat de rest. Heb ik ook. Ja. Voor de rest. Nee, niet dat. Nee.
Het enige wat ik heb is een slaappilletje en voor de rest heb ik niks. Nee. Nee. Nou, even terug. Ze zegt, joh, door je gesprek weet ik wat je. Ja, ik was natuurlijk in 98 keer geweest en in 2016 was het ooit een keer gemeten. Ze zei, nou ja, goed. Ze zegt, joh, ik wil je doorzien naar de diëtist. Ik zeg, ja, ik weet wat ze gaat zeggen. Dus ik zeg, zonder vitaliteit. Ik weet wat het probleem is. Mijn leefstijl. Ja, oké. Okay. Mm-hmm. Ja, Jack, wat en nu? Vertel me dat nou eens. Leefstijl. Dus, als ik jou bel, zie ik de hele dag die kaken heen en weer gaan. Als ik bij mij dat doe, dan vliegen de kilo's eraan. Dus dan moet ik echt, ik weet wat. En jouw kijk, dan gaan we even tussen het verschil tussen mens. Jouw verbranding is hoog. Het gaat erin en je scheidt even Rotterdamse nog net niet boven de pot uit. Dan, toch of niet? Ja, mijn verbranding is hoog. Mijn schildklier schijnt heel snel te werken. Maar daar was bijna een foutje door een assistente. Die had tegen mij iets verteld. Wat ze niet had mogen vertellen. Dat mijn schildklierniveau hoog is. Maar niet zo hoog dat ik een pilletje daarvoor moet slikken. Dus ik zit net onder de waarde voor dat ik een pilletje daarvoor in mijn schildklier moet slikken. En plus het feit dat ik natuurlijk heel lastig, ondanks dat ik redelijk veel lijkt te eten, eet ik vrij langzaam. Gisteren was er weer visite. Ja, maar gisteren was de visite, zo'n bak met voer wordt er neergezet. En ik knip hem in mijn ogen, het is op. En ik zit er nog tegen aan te hikken om het weg te krijgen. Ik krijg het meestal niet weg. Dus, en dat schijnt dan ook wel heel goed te zijn eigenlijk. De manier wat ik heb, zonder dat ik het zelf weet, is door langzamer te eten. Want als je langzamer eet, dan krijg je jouw hersenen een signaaltje van, oh, het is genoeg, je moet stoppen. En als je heel snel eet, heb je dat niet. Dan kiep je dat weer binnen en dan blijft het maar doorgaan. Nou, ze was wel trots op me dat ik het niet roken, niet drinken. Dat vond ze heel fijn. Ja. Ik zag ze ook terug, dat vond ik wel heel bijzonder. Ook in de bloedwaardes. Ja. Dus kun je nagaan dat ze in die bloedwaardes heel veel dingen uit. Nou ja, er is lang geleden was er een mevrouw, de nieuwe Bill Gates was dat. Die kon aan bloed of zo, kon zij van alles zien. Alleen dat bleek een oplichter te zijn. Maar aan de andere kant heb ik ook wel weer vernomen dat ze in de toekomst aan bloed, durf bij niet te zeggen, maar kanker en meer van die soort zaken, zouden ze in de toekomst kunnen ze daar al terug kunnen gaan vinden. Nou, alleen maar goed, hè? Ja, ja, je hebt het bijna niet te zeggen, maar waarom niet de realiteit? Nou ja, omdat er is nog natuurlijk die ene mevrouw, die heeft daar een beetje de boel mee geflasht allemaal een keer. Een mevrouw die had een bedrijfje mee opgelicht. Maar ze zijn met bloed heel erg ver dat ze dat in de toekomst wel meer eruit kunnen halen, ja. En ik had over dat. Gisteren las ik iets leuks. Er hadden ze een experiment gedaan met muizen. Of nou ja, ze zijn de hele tijd met die muizen bezig. En dan weet de stof niet uit mijn hoofd. Leukilicine nummer 11 of zo. Die hadden ze. Dat maakt jouw lichaam zelf aan. Dat is een verouderingsstof. En dan hadden ze iets gegeven aan die muizen. En dan bleek dat die muizen een kwart langer leefde en de huid was groot en alles was beter. Dus daar zijn ze ook mee bezig. Dus ook het verouderingsproces, want dat hebben wij. Als wij, ik weet de leeftijd niet meer, 18 zijn of 21, die leeftijdscategorie, dan ga je al verouderen. Hè? Wij een beetje 30 zo. Ja, maar het is, die leeftijd die wisselt een beetje. Maar zeg 25, na die 25, dan ga je al verouderen. De veroudering gaat toenemen al. En als je dat kan teruggaan. Luister, ik vind het niet erg om oud te worden. Ik wou je alleen even met jou even overbomen over over dat bloedonderzoek. En wat er dan uitkomt, dan denk ik van. Nou, ik ben er wel blij. En sterker nog, ik kijk in die camera. Ik zeg tegen iedereen die nou kijkt, jongens, baat het niet, schaadt het niet, laat het gewoon even checken, gewoon. Weet je? Dat je weet van. Ja, hoe sta je ervoor? Dat is gewoon belangrijk. Met die bloedprikje, dat is goed. Ja, gewoon even prikken en dan halen ze daar heel veel dingen uit. Maar je moet wel even, net zoals ik zei, je moet wel even zeggen of je vitaminepilletje slikt. Want dat moest ik ook allemaal doen. Want ze halen, je kan zeggen, dat zeg ik niet. Nee, ze halen er alles uit.
Ja, bizar hè. Hey, nou goed man, wou ik even met jou over hebben. Nee, maar ik ben wel eens geweest, maar nee, ik heb er niks over gehoord. Nee, bij mij was het meestal, ja. Oké, maar ook voor jou, doe dat ook gewoon lekker elk jaar. Samen. Maken we gelijk een podcast bij die dokter. Gezellig bij die dokter. Oh.